Doe jij een voltijd- of duale studie in het HBO of aan de universiteit, dan kun je studiefinanciering aanvragen. In deze video vertel ik jou wat studiefinanciering is, wat je kunt houden en wat je eventueel moet terugbetalen. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. De basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct, de lening en het collegegeldkrediet. Blijf kijken, want in deze video vertel ik je daar meer over. Als je aan de voorwaarden van studiefinanciering voldoet, heb je sowieso recht op de basisbeurs. Dit is een vast bedrag dat Duo maandelijks aan jou overmaakt. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van of jij thuis woont, bij je ouders of op jezelf woont. Als jij binnen 10 jaar een diploma haalt, is de basisbeurs een gift. Die hoef je dan niet terug te betalen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van jouw ouders. Hoe lager hun inkomen. Hoe hoger de aanvullende beurs zal zijn. Dit kan 0 euro per maand zijn, maar ook maximaal rond de 400 euro per maand zijn. We adviseren je om de aanvullende beurs in ieder geval aan te vragen. Ook als je denkt er geen recht op te hebben. Want de aanvullende beurs hoef je niet terug te betalen als jij je diploma binnen 10 jaar behaalt. Je kunt ook het studentenreisproduct aanvragen. Hiermee kun je vrij reizen door heel Nederland. Je kunt kiezen voor een week- of weekendabonnement. En dit is handig voor als je naar school of stage moet reizen. Maar je mag hem ook gebruiken voor andere bestemmingen in Nederland. Heel belangrijk om te weten: de meeste studenten in het hoger onderwijs behalen binnen 10 jaar hun diploma. Maar wat als dat jou niet lukt? Dan moet je alles wat je van Duo hebt gekregen terugbetalen. Met rente. En dan de lening: je kunt naast de basisbeurs. En aanvullende beurs, extra lenen en het collegegeldkrediet aanvragen. Lenen mag, maar let op dat je dit bedrag altijd moet terugbetalen. Met rente. Op duo.nl/slash rekenhulp vind je allerlei handige rekenhulpen. Vul deze samen met je ouders in en zie waar jij recht op hebt in jouw situatie. Aanvragen van je studiefinanciering en een studentenreisproduct doe je via mijn Duo. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Heb je deze nog niet? Vraag die dan aan via digid.nl. Wil je meer weten over de bedragen of wil je alles nog even rustig nalezen? Ga dan naar onze website duo.nl voor meer informatie.